bubbly, bubbly. Bubbly, bubbly, bubbly. Zo. Nou, die gaat goed. Een hele goede morgen. Zo, jongens. Ja, het is goedemorgen. Vandaag, ik moet even de sleutel eigenlijk. Ja, je moet de sleutel meenemen. Het is vandaag zaterdag en we gaan naar een manege. Maar ik zou zo meteen even verder vertellen als we in de auto zitten. Ik moet nog even een flesje water pakken en dan... Met deze camera... gaan we paardrijden filmen. Alleen met de GoPro, met wat we dus nu filmen, doen we gewoon in de auto filmen. Omdat het ding een beetje groot is als ik dat zo in de auto moet gaan filmen. Dus ik ga even een flesje water pakken en dan kom ik bij jullie terug. Met de andere camera die wordt gemaakt. Ja, die, er zat zand tussen, tussen de lens. Dus daarom hoorde je als, als we dan gingen inzoomen, dan hoorde je ook door dat zand dat er dan tussen zat. Dus dat gingen ze nu repareren, zeiden ze. Ja. Dus nou, helemaal top. In de auto, flesje water ligt ook in de auto. Nee, ik heb een bumperklever achter me. Alweer? Ja, alweer. Ja. We hebben dat echt vaak. Ja, maar goed, ik rijd bij rotonde. Ik kan niet harder dan... Ik moet toch remmen? Maar we hebben dat echt vaak. Het is onbegrijpelijk. Het is echt... Ja. Mensen die willen allemaal over me heen, maar ja, dat heb ik geen zin. Ik bedoel, ja. In ieder geval... Oh, hij slaapt weer af. Dus dat is fijn. Lekker. Dag, dag. Ga maar weg. In ieder geval, het is vandaag zaterdag, zoals ik net zei. En op weg naar beneden Leidseveen. En ik zit vandaag op Bella. Ja, Bella. Het is wel eventjes... Bella? Ja. Oké. Wat is Bella eigenlijk voor zo'n paardje? Volgens mij is het een tinker. Een tinker. Maar ja. Ik durf het niet met 100% zekerheid. We gaan het zo meteen wel eens even zien. Maar ja, het is wel zo dat volgens mij als jij op Bella gaat zitten, dan ga je voeten over de grond. Ja. Ja. Maar even voor duidelijkheid, voordat er allemaal reacties gaan komen. Het is niet mijn pony, dus ik kan niet kiezen daarop wie ik zit. Ik word op iemand neergezet, eigenlijk zoals zo kan ik het maar zetten. Ja. En daar rij ik gewoon op. En de manege zou wel weten dat het kan. Ja, daarom. Het zijn niet mijn ponies, dus ik heb daar vrij weinig over te zeggen. Ja. Naast dat ik kan zeggen dat dat misschien niet goed lopen of zo, kan ik natuurlijk helemaal niks zeggen. Over de keuze niet. Maar goed, weet je, het is niet, we gaan het gewoon doen. Daarom. Ik heb er eigenlijk ook wel een beetje zin in eigenlijk. Ja, want het is natuurlijk, het is wel een uitdaging om Bella lekker te laten vooruit te krijgen, ja. En nou vind ik dat eens in de zoveel tijd echt niet erg. Wil ik dat, vroeger wilde ik dat, toen ik net begon, wilde ik dat echt iedere les. Maar nu dat ik eigenlijk ook op gewoon goede ponies rij. En paarden natuurlijk. Vind ik dat eigenlijk ook wel wat hebben. Maar eens in de zoveel tijd vind ik het ook gewoon wel leuk om een keertje even een lol uitdaging lesje te hebben. Omdat ik nu gewoon telkens wel op ponies zit die gewoon als je been geeft in één keer reageren. En Bella heeft er wat minder. Ja, maar dat vind ik eigenlijk ook wel een keertje leuk. Als ze op me zit dan misschien niet het beste zijn. Dat gaat zien. Maar dat neem ik dan wel. Hey, hoe is de planning voor je verder voor vandaag? We moeten even naar het stadshart. Oké. Ik wil sowieso even nog naar het stadshart. En mama moet even naar Spex. En waarvoor moet jij naar het stadshart dan? Want ik heb er niks meer nodig. Ik bedoel. Ik wilde even bij de Normal wil ik even een poeder halen. Een voor make-up van Maybelline New York. En waarom bij de Normal? Die is toch niet goedkoper? Nou ja, die wel. Oh, die wel bij hun? Ja. Ja, sommige dingen zijn al wel goedkoper bij hun en sommige dingen niet. Maar die wel, dus die wil ik even halen. En dat is de enige winkel waarvan ik weet dat ze hem hebben. Oh, zo ja. Dus dan ga ik hem daar halen. En ik wil even naar de Action. Oké. Acetion. Acetion. Want een van mijn crèmes is op en die heb ik daar vandaan. En voor mij werkt hij heel goed. Omdat er echt heel veel wordt gezegd, Action make-up is niet goed en zo. Maar ik heb ook geen Action make-up, maar de crème daar vind ik wel gewoon goed. Dus die wil ik even halen. En die is helemaal op. Jou dat is. Als het helemaal op is, dan is het wel weer eigenlijk te laat. Er zit nog een heel klein beetje in. Oh ja, oké. Nou ja, goed. Dat gaan we nog zien. Ja. Dus dat is vanmiddag? Ja. Alright, dan gaan en voor de rest had ik volgens mij niks meer nodig. Geen huiswerk? Nee. Geen leermomenten? Nee. Wanneer begint de studieweek bij jou eigenlijk? Ik heb echt geen idee. Oh, oké. Volgens mij over 5 weken of zo. Nog even. Nou ja, je hebt nog even. Ja. Met de nadruk even. Even, ja. Nou goed, we zijn wel bijna bij de manege. Klopt. Dus we rijden even. Ik heb helemaal niet de tijd gezegd. Het is 9 over 9. Nee, 9 over 9. Ja, we dat gaan vind ik even leuk om te zeggen. We gaan naar de parkeerplaats. We gaan naar de parkeerplaats. Ja. Hey, wat zei je nou precies? Ja, we kwamen net een rennen. Ja? Maar hij ging echt heel hard, maar hij rende echt zo. Het zag er niet uit. Dus nee, als die meneer zichzelf nu terugziet in het videootje met geen hele... Haat. Geen haat. Maar een hele grote snor. Ja. Maar het ging wel echt heel erg hard. Ja, het ging wel heel apart. Het was niet echt een normaal gezicht. Ik weet het. Misschien moet hij dat als een houding doen. Maar het ging echt zo. Ja. Ik weet het niet eens. Nou, goed. Maar...
aparte lucht. Beetje brandlucht. Ja, maar het ligt thuis ook al. Ja, is iets in de buurt en in de fik gegaan of zoiets. Hele aparte. Nou. Nee, dat is het niet. Nee, het is niet die hoop. Nee, dat is niet die hoop. Nee, dat is een vuurwerk. Ja, of zo. Nou, ik weet niet. Het is een aparte. Maar ik vind het niet verkeerd ruiken of zo. Nee, maar het is niet gezond, denk ik. Ik denk het ook niet, maar ja. Maar goed, we gaan verder met de Panasonic filmen. Ja. Ja. Oh nee. Oh. Nou ja. Even opnieuw. Wow. Kan die opnieuw niet? Ja, dat kan. Maar ja, dan zien mensen dat je. Oh, dat zie je ook. Ja, dat kan ook maken. Ja. Ik begrijp dat de manege les klaar is. Ja. Oké. Waarom kan ik het zien? Ik kan. Okay. Nee, even zoek een ander paard die wel hoog staat. Ik zie wel heel dood uit, maar. Ja, okay. Haha, bij mij wel. Oh, ja. Oh. Nou, je begrijpt wel uit dat jullie klaar waren. Ja. Maar dat zag men natuurlijk wel aan de video nu net. Ja, klopt. Goh, hoe ging het? Ja, het ging wel goed eigenlijk. Ja. Ondanks dat je dacht van, zwaar weer. Ja, maar dat was het ook wel. Dus, maar weet je, ze is vooruit gekomen. Ja. Dus het is goed gekomen. Oké. Okay. Er steekt hier een spijkeret. Oh ja. Gevaarlijk. Maar dat is niet mijn probleem. Nee. Ik hoorde piepers. Ja, maar je zag ze net ook. Ja. Hey. Hier is het heel leuk om op die riel, ja. Ja. Jij wilde wel. Haha. Nee, grapje. Ja. Hij is lief, hè? Ja, dat is een zij. Een zij? Oh, dat is een zij. Ik heb er één keer op gereden. Echt waar? Oké. Toen kreeg ik allemaal reacties, je moet stiller zitten en zo. Oh, maar okay. Ja, ze gooit heel erg op. Het was, ik zat er op een halve les op. Je bent niet in de huif naar een poetskoetspark? Koetspaard? Ja, mij geweest. Geweest of iets, toch? Ja. Net zoals Appie. Dus ze gooit heel hoog op. Maar ja, daardoor was ik het natuurlijk niet gewend. Nee. Dus ik kreeg allemaal reacties. Je moet stiller zitten, je moet dat doen. Maar ik zat er ook bij een halve les op. Nou goed. Dus ja. Nou, ga jij je spullen verzamelen? Ja, ik ben al klaar. Ik moet even mijn jas aan doen. En dan een flesje water halen. Ja. Oké. Okay. En dan kunnen we gaan. Alright. We gaan bij de stal van Bella kijken hoe de schade is. Nou, ik hoorde net. Ja, want er was iets gebeurd, hè? Dat heb ik eigenlijk nog gezien, hoor. Wat is er gebeurd dan? Nee, ja. Maar er was. Ik hoorde net toen ze de stal ging uit van Thunder's stal. Ja. Toen ging ze zo omhoog met schep en al dat stro en alles. Ja. En je hoorde gewoon het water echt zo eruit vallen. Ja. Want er was een kraagsprong, hè? Ja. 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 Eigenlijk echt heel erg. Ja, het is heel erg. Helemaal onder water. Heel die stal onder water. Ik wilde nog water lopen. Ja. Ja. Nou, we gaan even kijken. Wat heb je nog? Daar gaan we. Let's go. Op de auto. Nou, we lopen naar de auto toe. Ja. Ja. Hey. Goed. Thank you. Still. Alright. Nou, op naar huis. Go home. Juist. Het regent een beetje, een paar druppels net. Oh. Niet gevoeld. Nee, jij niet. Nee, ik niet. Hallo. Ja. Oh. Fijn. Hij heeft slot gedaan. Heel veel people. Goed. Paardenspullen eruit. Mama is nog boodschappen. Oké. Okay. Mijn yoghurt is opgegeten door iemand. Hoe is mijn yoghurt opgegeten? Er zat nog in, ik zie nu. Nou, maar niet. Ja, wel. Zeker wel. Dan hoop ik voor mama dat ze niet meer mee. Nou, heb je even wat gegeten? Pak gelijk heel met de voet. Kijk. Nou, die vindt het interessant. Hoe, wat constateer je net? Nee, dat Marley was. Oh, kakzooi. Oh. Ik stoot meteen tegen die kapon. Oh. Au. Oh. Ik kwam eigenlijk niet tot. Oh, kak. Ja, hè Marley? Ah, Marley. Is wat, hè? Zo leuk.
Ja, zo leuk. Ik kwam even om te kijken. Ik kwam even kijken. Oh, ik loop gelijk mank. Oh, okay. Teen gebroken. Dat ding. Oh, ik heb buikpijn. Oh, ik heb buikpijn door jou. Oh. Nou goed. Jongen. Oh, scheisse. Even, ik zal even een gipsbalk halen. Oh, shit zo. Oh, pijn. Het ding is loodzwaar, hoor. Er zit allemaal open haardspul in een kaars. En allemaal voor de open haard. Oh, scheisse. Oh. Nou, ja, we gaan even mijn gehandicapte schoen aan doen. Ben u er klaar voor? Ik denk het wel. Alright. Wat, waar moest jij precies naartoe? Want je had ook een dingetje, ik zal hem even omdraaien. Waar moest je heen precies? De Action. Action. De Normal en de Rituals. De Normal en de rituals. Rituals. Waarvoor rituals dan? Ja, ik heb daar toen uit Sojader adventkalender heb ik daar een body mist, body and hair mist vandaan. Die vind ik heel lekker ruiken. Alleen, hij zit nu nog voor de helft vol. En ik wil de grotere versie, want dit is de kleine versie. En ik wil daar de grote versie van heel graag. En toen zei ze allemaal, jij kan wachten tot je verjaardag. Maar het is nu pas januari en ik ben in juli jarig. Of het is februari al. Ja, dat ja. Is het, ja. En ik ben in juli jarig en het duurt me te lang. Dus ja. Ik wil hem eigenlijk nu even halen. Okay. Ja. Maar moet ik eerst weten of die er is. En of die er is. Ja, dat ook. Ja. Zal ik zelf geld mee moeten nemen dan? Ja, ik denk wel. Je geld, heb je geld meegenomen? Nee. Oh, dan moet je ons bij, dan schiet ik het voor en moet je mij terugbetalen. Ja, dan moest je ze alle drie voorschieten. Oh. Oh. Heb je helemaal niks bij je? Ja, alleen mijn pinpas, maar er staat niet genoeg op. Oh, oké. Okay. Nou, dus we gaan wel kijken. Oh. Cool. Kom maar goed. Wat is er? Ja, hij reed echt gewoon zo'n stukje langs de paal. Ja, nee joh, meer. Joh, ik had zoveel ruimte joh. Die spiegels die gaven echt zoveel ruimte. Ja, en ik keek alleen maar, ik dacht alleen maar, oh! Ja. Hey, je kan rijden of je kan niet rijden. Ja, speet is maar wil laten. Ja. Ja, nou gelukkig rij ik. Dat is het verschil. Ja, dan is ook de chauffeur. Ja, 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 hey. Ja, want ze moet goed rijden, wil ze de auto kunnen leven. Mm. Mm. Zoeken, nou, rituals gaan we. Jij spaakhaard. Ja. Oh. Oh, nou. Dus dan ga ik er vast nu zoeken. Ja, dan. Nou, ik ben bij pauze, ik ga over een uur weer open. Kiko. Nou, oké. Okay. Ja, mag alleen. Oké, okay, rituals, daar gaan we eerst heen. Lotion. Dat is wel wat geen. Dat ging er niet. Ja. Zo. Nee. Ja, is deze. Is die? Ja. Ik dacht oranje zijn. Het is toch oranje? Geel? Oh, is het oranje geel. Oké. Okay. Ja. Mist voor haar en lichaam. Ja. Oh ja. Ik zet wat in mijn haar. Dat is deo. Oh, die staat op mijn schoenen. Sorry, dat is deo. Oeh, kijk echt nu je schoenen. Ja. Het is gewoon dezelfde kleur. Nee, die andere riekt er ook anders. Is het allemaal dezelfde kleur? Nee, het is dezelfde kleurlijn. Ja, riekt zelfs neer, het is allemaal dezelfde kleur. Kijk, ja. Nou, lekker, ja, die hebt deze ook nog hier. Een groen. Maar ik heb nu geen groene. Ja. Ik heb geen plek meer op. Nee, maar je moet dat staafje ruiken. Nee, dat ruikt naar mint. Oh, je hebt alle, oh, je kan ook wel. Nee. Nee, ook niet. Nee, doe maar blauw. Blauw. Nou, nee, ik heb nog blauwe. Nee, blauwe kan ik er. Nee. Nee, ook geen blauw? Nee. Nee, ook geen blauw. Dus het wordt oranje? Je hebt ook nog andere kleur. Wordt oranje? Nee. Nee? Ja. Echt oranje. Hebben we ook nog roze? Nee. Nee? Oranje. Oranje. Ja, dan moet je oranje pakken. Ja. Is dit die andere? Ja, dat is die andere die daar net ook stond. Maar ik ga voor geel. Oké, okay, nou, dan moet je pakken. Oranje, geel, wat ja, de rest. Oké. Nou, je moet die pakken, hè? Ja. Wil je voor een karretje of iets? Karretje? Ja. Karretje voor één zo'n spray. Dat is normaal. Ja, en dan moet je kijken welke de volste is. Oh. En daar is nog echt geen spreetje uit. Oh, daar is nog geen spreetje uit. Het is allemaal even vol.
Ja, heel goed. Nou, nee. Dan... nee? Nee. Dus één spreetje meer, hè? Kijk, zie je, die is voller. Nou, ja. Zie je het? Ja. Nou, één spreetje meer. Het is wel glas. Of 1 millimeter meer. Dus dat is wel een beetje eng. Want die andere die ik nu heb, die testen is van plastic en dit is glas. Ja, oké. Okay. Maar dat kan ik. Dat kan je. Ik geloof. Maar, zoek je nog meer? Oh nee. Ja, ik vond dit dan wel leuk op mijn nieuwe kamer. Maar nieuwe dan kamer? Ja, een nieuwe kamer. Wat is die oude kamer dan? Die ik nu heb. Oh, wat is die nieuwe kamer dan? Ik ga studeren in Leiden. Nee. Als binnenkort in de zomer gaan we mijn kamer verbouwen. Echt waar? Ja, echt. Dus heb je nou een scoop? Scoop? Vertel je nou iets voor iedereen... Spoiler! Spoiler! Maar... ja, wow. Maar dan vond ik dit wel leuk. Alleen wat gaat er gebeuren met je kamer? Ja, laat maar even uitpraten. Oh. Maar dan vond ik dit wel leuk in mijn kamer. Alleen dan met die geur, maar ik zie hem daar niet staan. Nee, die staat er niet. Die staat er niet. Nee, ga je daarboven, die vaas? Ja, dag. Met die stokjes? Dat gaat omvallen. Ja, kun je eten? Eten? Ja, stokjes eten. Ja, stokjes eten. Ja, Chinees. Dag. Ja? Dan heb ik lekker zo'n smaakding in mijn mond. Oh, okay. Echt ja. Niet. Ja, niet. Was... kijk, en dan gaan we voor die. Want ja. We zijn helemaal in de oranje stijl. Wat ga je doen dan nu? Mijn handen wassen. Oké. Okay. Ga open. Ik kom hier eigenlijk echt nooit. En dan? Zo? Zo, oké. Okay. Oh. Mooie kraan. Ja, de. Een mooie kraan hoor. Hey. Dat is wel tijdelijk water, hè? Goeie ergens... Nee, als je gewoon die kraan toch zachtjes zet, dan... Oh ja. Dat vond ik wel een beetje veel. Heb je nog heel goed? Alles, ruikt je nou lekker dan? Daar gaan we zo achter komen. Oh, dan is het ook weer. Soms is het ook alweer. Dat is ook alweer. Ja, het ruikt lekker. Ruikt het lekker? Ja. Die kan je toch gewoon daarin gooien? Ja, in zo'n bakje eronder. Ja. Ja. Zo, nou, hé. Hey. Ja. Hey. Ik moet wel weer fris voor de dag komen. Nou, dat kan wel zeggen. Ja, lekker. Dat is die oranje. Dat is die oranje. De body scrub, ja. Oh, je body scrub, behalve Jan. Ja. Leuk! Maar nou, moet je deze? Nee. Ja, ga vanzelf. Ga vanzelf uit. Voor glanzend haar. Testen. Ja. Maar dit is een haarmasker. Haarolie. Ja, dat zeg ik. Ja, nou, nee, maar, kun je het niet glanzen? Kan ik dat dan nu in mijn haar doen? Nee, dat vind ik niet zo leuk, hè? Hoezo niet? Nee, dan zou ik deze kleur toch? Shampoo. Ja, dan zou ik dit doen. Ja. Oh, oké. Okay. Dit is. Styling? Nee, dat wil ik niet. Dit is trouwens die gewoon voor mij hoor. Ja, die is van jou hè? Ja. Dit is vitamine E, haarspray. Dit is een haarmasker. Maar die gele is geel toch, daarachter? Ja. Ja. Ik wil even ruiken. Je hebt net gewassen? Ja, maar ik doe het gewoon mijn hand. In je haar moet het? Nee, dat wil ik niet. Oh. Ik wil het niet. Oh, nu in de hand doe ik dit. Ja, waarom doe je dit? Ik word het helemaal olieig. Ja, nou. Hoe je haar doen? Pak je haar zo vast. Even in je haar gooien. Ja. Nee. En dan? Dan niks. Dan haarolie staan. Haarolie. Oh, haarolie. Niet zijn houden die bij je van mij. Nee? Zo. Wat doe je? Dat is magnetisch. Ik vloog weg. Oh, echt. Rustig. Oké. Okay. Oh, echt. Misschien gaan wij Scrub zit daar. Oh. Het hele ding vloog weg. Ja. Nee, daar kon ik niks aan doen. Het ding viel gewoon. Nou, ben je klaar? Ja. Gaan we de kassa? Ja. 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 Jury, wat is er? Ja, deze heeft Sonja. Oh, heb je ook? Ja, tuurlijk. Heb je ook de gele van? Nee, geen gele. Ik zie die niet. Wat is die dan? Dat is. Nou, wat is het? Lippenbalsem. Volgens mij niet. Oké. Okay. Maar ze hebben alle kleuren behalve geel. Ik kan een beetje jammer. Ja, maar dit is ook gekleurd. Ja. Kijk, ik denk dat hij ook gekleurd is. Kijk. Oh ja. Roze, rood. Rood. En blanco, repair, anti-zonnebrand. Ja, repair. Geen geel. Nee, geen geel. Nee, de. Ja.
toch weer 5 euro korting. Want die zat op die pas. Ja, mijn pas. Nou, lekker. Met jouw pas. Ja, ja, pas. Ze zocht ook nog van die hoge Nike Air. Ja, die zijn er niet. Nee? Heb je al gekeken? Oh, oké. Okay. Van deze niet. Nou, even kijken. Adidas, daar is Nike. Boemer. Dat ben jij. Ja, die heb ik. Ja, ik heb het niet. Alleen dan in zwart. Maar die vind ik niet mooi. Nee? Nee. Vind je dit niet mooi? Nee. Oh. Dan ben je geen R. Jawel. Oh, ja, ja. Maar dat zijn de Jordans, volgens mij. R. Oh, ja. Dat zijn de Jordans. Ja. Air Jordan. Nou, maar de schoenen niet? Nee. Oké, dat kan. Nou. Nou. Hey. Alright. Nou, we gaan eens even hier kijken. Nou, ik ben benieuwd. Ja, ja, ja. Deze heb je nodig. Ja. Kijk, want ik heb daar dus ook al de fixing spray van. Die bevalt. Ja, de fixing spray bevalt. Dus ik dacht dan, bevalt misschien deze ook. Ja, ja. Dat was het even af. We gaan even kijken. Hier, L'Oreal. Ja, maar daar heb ik niks voor nodig. Niks voor nodig? Nee. Nou, dat scheelt dan. Ja, klopt. Ja. Ja. Dit is dat dan? Ja, lip is labello, ja. Lip oil, lip mist. Think drip, ja. Een druppel. Ja. Die zorgt dat je lippen groter wordt. Ja, waar? Dat wordt zo'n, ja, plumping. Oh ja, hot shots. Ja, dat is echt heel erg pimpelen voor iedereen. Ja, wel leuk. Nou, nee hoor. Nee, ik proberen. Nee, joh. Jij, Son? Wil je proberen? Zo. Ja. Nog even wel sterk, ja. De hot hotters. Welke is heetste? Ja. Oh. Dat is een goede vraag. Ja, en dit is. Dit is, ja, ultra plumping. Oké. Okay. Maar is ultra nog meer dan? Ja, kijk, je hebt daar gewoon plumping en daar staat plumping. Ja. Ultra plumping. Ja. Ja. Gloss. Dat is oil, dit is gloss. Nou. Paarslag, gezien. Dit is nog dicht. Ja. Dit gaan we dus, ga je proberen? Ja. Gaan jullie proberen? Ja, jij mag het ook wel proberen hoor. Oh. Ha, ha, ha. Nou, weer wat anders dan een filler. Nou. Ja. Nou. Goh. Dit dan? Een boobmask. Een boobmask? Oh jee. Zeg maar, die moet je zo, ja, eroverheen doen. Mm-hmm. Dus even lekker wachten en dan is het daarna weer. En dan zijn ze weer helemaal zo goed als nieuw. Ja. En dan zijn ze omhoog. Ja. Dus eerst zet je er 3 op het niveau van je navel. Ja, en dan ineens zitten ze omhoog. Oké. Okay. Heeft iemand ook hier eieren gekocht? Ja. Ja, dat ligt er gewoon tussen. Nou ja, goed, kan natuurlijk, hè. Je kan ook Tell your boobs to stop staring at me. Juist. Haha. Aha. En hier? Voor je billen. Ja? Een billenmasker. Billenmasker. Okay. Ja, dat kan allemaal. Dat heeft allemaal mogelijk. Hier nou weer. Oh, kan er niet in. Oh ja, wat zit dan? Een bad handschoen. Exfoliating gloves. Een beetje scrubben, denk ik. Ja, dat denk ik. Maar lekker. Ik kan er niet in nu. Nee, je moet de auto scrubben. Lekker. Een roosje. Een roosje. Nee. Een zeepbloem. Ja. Een zeep. Nee, geen geur. Oh, geurloos. Ja. Oké. Okay. Wel een grote actie hier. Zo. Zo, een mega fles. Dat is best wel een grote. Ja, dat is een grote fles. Moet jij nog even een beetje? Nee, ik XXL. Niet. Nee, ik doe geen XXL. Nou, bij ons was dat ding toen bijna kapot gegaan, weet je dat ook? Ja. Nou. Nee. Oké. Van Geels, Hugo Bos. Hugo. 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 Die snoep, hè? Ik zit te kijken voor de kijk. Nou. Oké. Okay. Gaan we hier de bocht erom?
Die hebben wij toen een blikje van gehad. Die hebben toen een blikje. Dat was wel lekker. Ja. Nou, dat is limonade, hè, denk ik. Ja, klopt. Maar ik vind het wel een beetje groot. Ja. Wat is er? Dit, daar gaan we naar de kassa. Oh. Ja. Zullen we bij de vestje? Ja, weet ik. Alles afgerekend? Ja. Alright. We gaan naar buiten. Ja, we gaan naar de Action. Action? Ja. Oké. Okay. Dan moeten we naar Smart Savings. Oké. Okay. Eerder Action. Alright. Ja. Dus rechtsaf. Ga hier kijken. Ik moet een hoesje hebben voor mijn telefoon. Heb je de telefoon nog niet? Maar maakt het ik heb mijn telefoon nog niet. Mag de S24 komt binnenkort. Ultra. Ja, ik weet niet. Even kijken wat erin is. Wat trendy is. SS. Hola. Kijk daar. De SS. Nou, het beste wel, ja, eigenlijk wel. Dit is zonder magneetje. Ik wil eigenlijk gewoon de 1 hebben. Dan de Ultra. We hebben geen telefoon. Hier, dit. Ja, deze of deze, maar die is wel anders formaat. Die is 2-in-1. Die kan ik losmaken. Oh, zo, oh, zo. Twee, moet je even kijken, moet je zelf even kijken. Ja, oké. Okay. Dit is vast. Ja, ik snap het, ja. Dat is kan zo los. Oké. Okay. Kan ook zo gebruiken en kan ook zo. Oké, was dat handig? Ik vind het handig, maar ik denk jij niet, denk want, ik. Waarom niet? Omdat jij altijd, zeg maar... Dan komt het, hè? Zo alles filmt. Je laat hem laten hangen. Okay. Anders heb je dus twee delen. Ja, maar ik heb toch laten hangen, toch? Met filmen. Kan ook zo. Ja, je kan gewoon laten hangen. Ja. Ja. Ja, maar ik kan hem dus niet loslaten, want dan valt hij op de grond, hè? Want ik kan eraf. En kan ook zo filmen. Ja. Ja. Nee, oké. Oké, graag. Ja. Wat jij wil. Ja, is prima toch? Is er... En ook als je gebeld wilt opnemen, dicht kan gewoon zo dicht. Ja, je kan ook alles. He. Je hoeft ook niet op te nemen. Kan ook. Kan ook. Dat is ook lekker rustig. Niet opnemen. Ja. Goh. Maar goed, zullen we die doen dan? Nou, dat moet jij weten. Het is jouw hoesje. Is het een zwarte of grijs? Wat is het? Het is een zwarte. De zwarte? Ja. Oh, dat is een aparte kleur zwart. Maar het is... De ene is glimzwart en dit is mat zwart. Ja? Oh. Hier mag de camera open. Ja. Nou goed. Hé, hey, deze dan doen? Heb ik tenminste een hoesje al. Ja, wat jij wil. Ja, is goed. Deze is jouw, is het soft plastic? Heb je ook deze? Dit is wel hard, hè? Nee, het is niet zo hard, hè. Het niet dat die eruit valt. Nee, maar dat die soft is. Dat je die soft... Dan is dat beter, denk ik. Ik heb nu zo'n soft hoek. Dat is een... maar deze ook niet zo hard. Nee, oké. Okay. Nou ja, anders komen we gewoon weer terug. Ja, en wat is deze? 3 jaar garantie. Ja. Maar deze is dezelfde. Kijk, dus door dichter. Ja. Dus hetzelfde als die, alleen dan een maatje groter. Oké, nou dan gaan we toch voor die dezelfde. Ja, jij wilt toch die? Dezelfde. Ja, hij wil toch die. Ja, ik ga toch voor deze dan. Oké. Ja, ik vond het heel prima. Je zit lekker strak. Oké. Alleen die dan. Ja. Ja, die wil ik er terug, die moet betalen. Ja, dat wil ik wel. Bedankt voor het kijken van deze vlog. Hopelijk vond je hem leuk. Abonneer op mijn kanaal en blijf op de hoogte. Geef deze vlog een duimpje omhoog. En tot de volgende vlog van mij. Doei!